Ik ben René Eekhuis, Respect Almere. Respect Nederland is een landelijke politieke organisatie die in diverse gemeentes, waaronder in Almere, zal meedoen aan de verkiezingen. Ook bij de volgende verkiezingen van de provincie en voor de Tweede Kamer zal Respect Nederland meedoen. Respect staat voor de strikte handhaving en bescherming van onze Nederlandse waarden en normen en dat alle burgers zich aan de regels houden. Respect is gebaseerd op de ideeën van Pim Fortuyn en wil direct en duidelijk zijn op een respectvolle manier. Als u kiest voor Respect Almere bij de komende verkiezingen in maart, wat kunt u dan van ons verwachten? Ik geef u een aantal voorbeelden. Wij gaan de hondenbelasting afschaffen, wat in veel andere gemeenten al heeft plaatsgevonden. Schoolzwemmen komt terug in het onderwijsprogramma. Zoals Pieter van Vollenhoven zegt, ieder kind zou eigenlijk een diploma moeten hebben. En daar is Respect Almere het mee eens. De Floriade gaan we stopzetten. De financiële risico's zijn enorm. Almeerders willen het niet en Respect is het daarmee eens. Een belangrijk punt voor onze ouderen, gratis bus voor 65-plus in Almere, voor goede sociale contacten. Voor onze ouderen. De belastingen gaan omlaag en niet meer steeds als vanzelfsprekend omhoog, zoals bij de andere politieke partijen die in het college hebben gezeten. De communicatie van de gemeente moet veel en veel beter bij plannen zoals voor bomenkap en containerwoningen. Samengevat, bent u voor lagere belastingen, geen Floriade, een betere en minder overheid, geen hondenbelasting, 65-plus gratis openbaar vervoer, en voor schoolzwemmen terug in het onderwijspakket, dan is er maar één keuze. Stem op Respect Almere.